Delft heeft een roemrijke traditie als studentenstad. Dat is deze dagen weer eens gebleken tijdens de reunie van oud-studenten, onder wie ingenieur Maris, de voormalig directeur-generaal van Rijkswaterstaat, en ingenieur Philips, die de feestelijkheden ter gelegenheid van het 13e lustrum van het Delftse studentenkoor kwamen bijwonen. De ruim 700 reunisten begaven zich naar het oudste gebouw van de hogeschool, namelijk dat voor bouwkunde, waar ze werden ontvangen door de Senaat. Sedert jaren heeft Delft vele bekwame ingenieurs afgeleverd en het aantal studenten neemt nog toe. Op het ogenblik zijn het er ruim 7500. Die vloed van studerenden vereist nieuwe gebouwen. Liefst 38 staan er op het programma. En een groot aantal daarvan is reeds gereed gekomen, zoals het nieuwe laboratorium voor werktuig- en scheepsbouwkunde. Er zijn voorts gebouwen verrezen voor de afdeling vliegtuigbouwkunde. Een vak dat de laatste jaren steeds meer studenten trekt. Men beschikt hier onder meer over een eigen windtunnel. De laboratoria en collegezalen voor de afdeling technische natuurkunde zijn bijna gereed. Men heeft in Delft ook een eigen kernreactor, die zowel voor de opleiding van kernfysici als voor wetenschappelijk onderzoek van groot belang is. Het is een zogenaamde lage fluxreactor van het type swimmingpool. De geweldige groei van de hogeschool, waarvoor op het ogenblik onder meer ook nog een aula in aanbouw is, houdt ook de geest van het Delftse studentenkoor jong. Hetgeen men tot uitdrukking heeft willen brengen in het openluchtspel Speculaas, dat ter gelegenheid van het 13e lustrum is ingestudeerd onder regie van de jonge acteur Jules Croiset. Der traditie getrouw is ook de Delftse bevolking bij de lustrumviering betrokken. Op de Grote Markt bijvoorbeeld had de jeugd al op de eerste dag vrij spel, waarbij veel van haar technisch inzicht werd geëist. Vele van de jonge knapen die hier zo energiek uit de band springen, zullen wellicht in de nabije toekomst de Delftse collegebanken bevolken.